De Leidse Pieterskerk is vandaag een waar schaakwalhalla. De nummer 1 van de wereld, Magnus Carlsen, speelt hier vooraan op het podium. En een tafeltje verderop speelt Rijswijker Anish Giri, de nummer 5 van de wereld. Giri, die vandaag misschien moet winnen, wil nu nog een kansje maken om het toernooi te winnen. Het schaaktoernooi duurt 16 dagen en vindt plaats in Wijk aan Zee. Maar voor één dag wordt uitgeweken naar Leiden. 40.000 euro heeft de plaatselijke schaakclub ervoor ingezameld. Dit toernooi is in feite het Wimbledon van het schaken. Er is geen groter schaaktoernooi in de wereld. Topschakers zijn topsporters en zo worden ze ook behandeld. Praten met de pers is er niet bij. Een foto maken mag wel. Ook de winnaars van het Tata Steel scholierentoernooi van vorige week in Wijk aan Zee zijn natuurlijk van de partij vandaag. Nou, het is een hele mooie gelegenheid natuurlijk om zo gewoon de wereldtop van het schaken hier gewoon zelf te kunnen zien. Wie is jouw eigen favoriet? Eigen favoriet is denk ik Jordan van Vreest. Dat is de jongste speler. De stad Leiden grijpt de komst van de schakers aan om er een heel feestje omheen te bouwen. Ja, heel Leiden schaakt vandaag. Centrum van de schaakwereld voor één dag. We hebben hier een grote schaakcommunity, dus dan is het ook goed om naast wat er hier gebeurt met de toppers, ook iets voor scholieren te organiseren. Ook de verbinding te zoeken met de Leidse Jazzweek die er op dit moment aan de gang is. Zo spelen twee voormalig jeugdkampioenen een potje simultaan schaken met 24 kinderen. Maar waarom staan er toch geen vrouwen op het hoofdpodium? Ik denk ook dat vrouwen over het algemeen wat bredere interesses hebben misschien. En als je echt heel goed wil worden in schaken, dan is het gewoon urenlang achter je computertje. In de Pieterskerk is het intussen muisstil. Er mag niet worden gesproken om de topschakers niet uit hun concentratie te halen. En zo'n potje kan zomaar 5 uur duren.